De No Backpack Day laat ook de creatieve zijde van Surinaamse leerlingen zien. Nadat deze dag een rage werd in het buitenland, namen diverse scholen in Suriname het idee over. Vandaag hebben zowel de leerlingen als leerkrachten van IMEO 4 hun creatieve zijde getoond op hun No Backpack Day. De No Backpack Day is een dag waarbij leerlingen naar school gaan zonder hun schooltas. Hun boeken en schriften dragen zij dan in iets anders. Letitia Fernand, onderdirecteur van IMEO 4, zegt dat deze dag een goede vervanger is van de ontgroeningsdagen. Vanwege de COVID-19-pandemie heeft de school al 2 jaren geen ontgroening meer georganiseerd. En het is gebruikelijk om elk jaar een ontgroening te hebben. En ja, we dachten we proberen het op die manier. Een beetje vrolijkheid, een beetje gezelligheid tot motivatie en stimulans om te studeren voor de kinderen. Dat hebben we dus geprobeerd met deze dag. En we zijn bijna aan het einde van deze schooldag. En wat is uw conclusie als u kijkt naar de manier waarop de studenten vandaag naar school zijn gekomen? Nou, ik ga u eerlijk zeggen, ze hebben me echt verrast. Ik heb echt heel leuke, creatieve tassen gezien. En ik ben blij, of eigenlijk wist ik al, dat onze studenten heel erg creatief zijn. En het komt niet voldoende tot uitdrukking, omdat ze... Ja, we zijn hier op school, we geven ze inderdaad, we verhogen hun kennis met vakken die ze moeten kennen. Maar eigenlijk de andere vaardigheden, creativiteit, die wordt niet voldoende getoetst. En op deze manier merken we toch dat onze studenten heel erg creatief zijn. Ik ben echt verrast geweest. Fernand zegt dat door de COVID-19-pandemie leerlingen gedemotiveerd raken om te studeren. De leerlingen moeten wennen aan anders les volgen en... anders repetities maken. Iets wat bij velen als onprettig wordt ervaren, meent Fernand. De school is dus genoodzaakt om diverse manieren te bekijken hoe de leerlingen gemotiveerd te houden. De No Backpack Day hebben de leerlingen van IMEO 4 als prettig ervaren, gezien de COVID-pandemie en bijna alle pret heeft ontnomen. Het was even eerst brainstormen. Ik ga het eigenlijk een papegaai kooi. Dit hier en een wasman. Maar ik dacht van dit is beter. Het weer ook. Daar heb ik hiervoor gekozen. Maar het was niet echt moeilijk. We zitten in een COVID-periode. Onderwijs volgen is niet meer zo als vroeger, om het zo te zeggen. En vind je dat er meer creatieve dagen moeten komen binnen het onderwijsproces? Jawel, sowieso. Sowieso. Want je komt elke dag naar school, mondkap op, hand sanitizer, dezelfde regels die elke dag weer. En na lange tijd dit weer hebben gedaan, is sowieso een motivatie. Heel veel gelachen vandaag, wat we in een aantal weken en maanden niet hebben gedaan op school. Dus ja, toch wel. In het buitenland, voornamelijk in de Verenigde Staten, is de No Backpack Day bedoeld om bewustwording op gang te brengen voor leerlingen die verre afstanden moeten lopen met hun boeken in de hand. In Suriname hebben reeds enkele scholen meegedaan aan de No Backpack Day en het doel was merendeels het stimuleren van hun creativiteit en als motivatie om te studeren.